Hele goede middag, ik spreek met Safira Stark. Ik heb een vraagje. Ik heb gisteren een babytje gevonden. En zij is bij jullie naartoe gebracht. En ik wil graag weten hoe het met haar gaat. Babyliefste, zoals Safira's zesjarige dochtertje het meisje noemt, ligt nog in het ziekenhuis. Gisteren vond Safira haar bij de vuilcontainer in haar straat, de Waaldijk in Rotterdam-West. Ik schrok, weet je, want ik keek om me heen, maar weet je, de straat was zo leeg, er was niemand. Toen dacht ik van ja, ik neem er gewoon mee naar boven en dan bel ik de politie. Heb ik pamper voor de aangedaan. Ik had een oude speentje van mijn dochtertje. Dus ik dacht ja, dan heeft ze, weet je, dan voelt ze zich wel lekker. En een beetje melk. Hoe ging het met dat kindje? Huilde ze? Of? Nee, ze heeft ja, heel eventjes toen ze boven kwam. Toen ik haar geen verschonen had, dus even. Maar ja, ik denk dat ze dat niet zo. Het was, die billendoekjes voelden koud aan. Dus ik denk dat ze daarom ging huilen. Maar ze was echt heel stil. Rode wangetjes en ja. Ja, want ik heb haar gisteren wel zo afgegeven. Maar ja, ik wil haar wel nog een keertje zien of weet je wel, het gewoon afsluiten. Ik dacht steeds wel, hoe gaat het nu met haar en weet je wel. Daarom wil ik haar graag nog zien, dat ik die beeld van haar, weet je, een goede beeld heb. Niet zo'n zielige beeld van haar. Voor nu, als ik haar even in een bedje zie met een mutsje op, dat wil ik wel heel graag. Tijd om Xavière uit school te halen. Ook op haar heeft het gebeurde van gisteren diepe indruk gemaakt. Je was met mama buiten en toen zag je wat? Ja, maar mama dacht eigenlijk een pop. Maar toen zei ik nee. Het wordt bewogen. Maar toen dacht ze, ze ging even kijken. En toen had ze een beetje open gedaan en toen deed ze het weer. Toen zag ze die baby en toen hadden we het meegenomen. Ja, toen zag je ineens dat het een kindje was. Ja, en het was een meisje. Maar meisje. Ik wou dat ze moest blijven, maar mama zei nee. Dat kan niet, hè? Nee. Maar jij wil... twee kinderen, dan moeten we voor ons drie zorgen. Ja, maar jij wil eigenlijk nog wel een zusje erbij? Ja. Nou heeft het kindje nog geen naam, hè? Weet jij nog een mooie naam voor dat kindje? Jawel, Lief. Lief? Ja. Omdat het zo'n lief kindje is? Ja, heet ze Liefste. Of ze kunnen het natuurlijk ook Xavière noemen naar het meisje wat hij heeft gevonden. Maar ik heet al Xavière.